My name is Anthony Rosario. Come out India. In India, my house start in the aller south punt van India. De Laarbeeks parochie, zalige Pater Eustatius van Lieshout, heeft weer een pastor. Het is Anthony Rosario. Hij werd op de Eustatiusdag zondag 1 september voorgesteld aan de parochianen tijdens een mis in de Sint-Servatiuskerk in Lieshout. 5 Laarbeekse gilden en 2 koren hebben deze viering opgeluisterd. Na afloop van de mis kon men onder het genot van een kopje koffie of thee kennis maken met de pastor. Ja, ik heb hier 2 gevoelens. Dat zei ik in de heilige mis, aan het einde van de heilige mis zei ik dat ik heb 2 gevoelens. Het eerste gevoel is ik ben hier teruggekomen. En het tweede gevoel is ik ben hier thuis gekomen. Laarbeek is een bekende plek voor pastor Anthony. Want voordat hij naar Drunen ging, waarvan hij nu weer afscheid moet nemen, liep hij stage in Laarbeek. Eerst was ik in Tilburg met de Frates van Zwijsen. Daar was ik 6 maanden. Daarna kwam ik hier in Laarbeek. Hier had ik mijn stage voor 6 maanden. Daarna ging ik naar Drunen, naar de parochie van wonderbare moeder van Elsout. Na 1 maand vraagt de bischop mij hier te komen. Want hij zei hier, voorlopig hebben we geen priester. Daarom, ja, Anthony, jij hebt goede ervaring met de parochie in Laarbeek. En jij hebt ook mensen goed geleerd en jij vindt de mensen vriendelijk. En, meer de mensen in Laarbeek vinden jou vriendelijk. Daarom het is het goed dat jij gaat naar Laarbeek en dien de kerken daar in Laarbeek. Daarom ben ik hier. Ja. Denkt u dat pastor Rosario iets kan toevoegen aan het pastoraal team, een nieuwe wind kan laten waaien door de parochie? Dat denk ik wel, ja. Hij kan ons iets vertellen ook over waar hij vandaan komt, iets van zijn cultuur meebrengen. Maar het Nederlands, dat moet hij wel nog goed leren. Ik moet zeggen, ik heb niet alles begrepen vanmorgen, niet alles verstaan. Omdat hij natuurlijk nog pas heel kort Nederlands spreekt. Maar ik begreep ook van iemand dat hij alweer Nederlandse les neemt. Of nog steeds Nederlandse les neemt eigenlijk, ja. Nou, het belangrijkste is dat we hadden lange tijd door de ziekte van Jeffrey de Jong was er geen aanspreekbare pastor in onze parochie. De bisschop heeft gelukkig pastor Anthony Rosario benoemd tot pastor van onze parochie, van de parochie in Laarbeek. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee, want het betekent dat hij in principe de enige aanspreekbare is in onze parochie. En natuurlijk mag je op mijn hulp rekenen. Ja, dat hij heel snel acclimatiseert en dat hij vooral veel contacten krijgt met de mensen. Daar leert hij zelf heel veel van. En ik denk ook dat het voor hem fijn is om zich snel hier thuis te voelen. Ik hoop dat hij heel snel zijn draai zal vinden in de Nederlandse cultuur. En de cultuur van Nederland is nu natuurlijk ten opzichte van de cultuur in India totaal verschillend, maar ik vertrouw erop dat hij heel snel hier ingeburgerd zal zijn en zal genieten van zijn werk voor de mensen, want het is een echt mensenmens.